Yo, Nintendo fans! Welkom bij een gloednieuwe Mario Odyssey video. We zijn aangekomen in het Sneeuwkoninkrijk. In deze Mario Odyssey serie laat ik je zien hoe je de game zo snel mogelijk uitspeelt. Ik ben geen speedrunner, maar ik ga jullie de tactics toch laten zien. Dus doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. Doe even, serieus. 50.000 abonnees zou echt super sick zijn. En dan ga ik snel beginnen, want in het Sneeuwkoninkrijk moet je hier overheen rollen. Je moet hier zo rechtdoor en dan moet je een klein beetje schuin afslaan. Je houdt het pijltje en die regenboog sparkles aan je linkerkant. En je springt hier vanaf tot je over een bruggetje gaat. Dus even kijken, deze kant op zo. Je moet hier overheen, dat klopt. En dan ga je daar naartoe. Dus we springen weer over het water. Mop. En dan mogen we lekker hier omhoog. En dan daar moet je naartoe, want hier staat namelijk de enige echte Toadbaas. Hey, hallo Toadbaas. En daar krijg je dan de eerste maan van in dit Sneeuwkoninkrijk. Let's go. En vervolgens gaan we wel richting de regenboogstraal. Hoppakee, hier overheen, zo. En dan kan je via deze muur, dacht ik. Backflip, zo. Juist, zijn we hier. En dan moeten we dit even weghalen en gewoon hier, hoppa, naar beneden. Hallo allemaal. Verschrikkelijke sneeuwmannen. Waarom doen ze eigenlijk hun handen voor hun ogen? Zijn jullie bang voor mij? Anyway, het eerste wat je wilt doen is de camera omdraaien, dan hier naartoe lopen en hopelijk dan met een triple jump zo via de muur. Ja, dit kan dus in één keer. Zorg dat je niet al deze boxes wegslaat, want dan wordt het alleen maar moeilijker. Hoppakee, nummertje 2. De beklimming van de kartonnen dozen. Dan vervolgens gaan we lekker hier naartoe rollen. En gaan we hier een maantje kopen. Yo, hallo Crazy Cap guys. What up? Mag ik van jou een maantje? Ja, kom maar op. De maan uit het Sneeuwrijk, die wil ik hebben. Let's go. Welkom in Biberië. Geniale naam trouwens. Hier rechtboven zit ook een maantje. En dan kan je komen door hierop te springen. Dus let's go. Woep, boom, cappy bounce. En dan, ja, zo ongeveer. Dit is weer geen makkelijk jumpy. Dit is wel weer een moeilijker jumpy. Dit ga ik een paar keer moeten proberen, denk ik. Hoe je dit wilt doen is hier opspringen. Dan je cappy die kant op gooien. En dan via de muur of zo. Volgens mij wat ik wil doen is hier opspringen. Cap hier naartoe. Wall jump. En dan, ja, zo ongeveer. Dit is echt knijterhoog ook gewoon. Ik was er bijna. Misschien moet ik op het laatst niet naar Cappy toespringen. Dus dit. Wall jump. En dan hopen dat je al op het randje staat. Jump, Cappy, wall jump. Ik was er. Ik denk dat ik toch hoger moet zijn. Ik moet over dat randje heen springen. Hut. Jump, go. Ja. Zo kan het ook. Op het moment dat je dus op het randje staat, even terugjumpen. Cappy de goede kant op gooien en dan weer naar Cappy toe duiken. Lekker, deze hebben we ook binnen. Kijk hem nou staan, joh, in zijn kissie. Vervolgens gaan we eruit. Gaan we rechtdoor deze kant op, want hier is namelijk een gangetje. De camera die wil niet echt lekker meedraaien helaas. Dus je moet een beetje op hoop van zegen. En dan proberen niet te plampen overal tegenaan. Jeetje, ik zie niks. Maar in dit hoekje hier zo ligt een sterretje verborgen. Hier denk ik. Ja, daar is die. Lekker. Nice. De volgende. Ondergesneeld in het centrum. Dan springen wij hier naar beneden en pakken we deze gang. En dan gaan we hier naar binnen. Let's go. Dan komen we hier terecht. En de eerste ster zit op dat hoge blok daar in de verte. Dus wij willen gewoon hier naartoe. Hier doorheen springen. Go. Tempootje. Dan kom je op een gegeven moment hier op dit blok te staan. Zo, dan wil je een backflip maken. Gooi je Cappy hier naartoe en doe je nog een dive met Cappy. En dan hoop je dat je daarop zit. Dat zou de allerbeste manier zijn. Als dat niet lukt, neem je even deze guy over. En dan ga je hier even blazen. Blaas je even dat blok weg. Ga je eruit. En dan gaan we hier op dit blok. En dan hoop ik dat dit lukt als ik zo Cappy... Ja, zo Cappy gebruik. En dan hier, dat is double jump. En dan hebben we de eerste te pakken. Nice. De tweede ster hier krijg je door daar al die spinies van het platform af te blazen. Dus let's go. Even deze guy overnemen met zijn mooie kerstmuts. En blazen maar, vriend. Blazen maar. Oké. Dit kan denk ik ook beter.
Ga! Weg! Jongen. Probeer een tactiek te vinden waardoor je ze gewoon in één keer heel snel wegblaast. En dan heb je deze maan ook te pakken. En dan zijn we al bijna klaar volgens mij weer. Volgens mij hebben we er nog 2 of 3 nu. Ja, nog 3. Oké. Dan gaat nu hier een schuifdeurtje open. Gaan wij door deze buis. Hoppakee. En dan pakken we hier de eerste deur aan de rechterkant. Oh, ik kan nog steeds niet rollen. En belangrijk is hier dat je de eerste 4 Goomba's even te pakken neemt. Ja, iets sneller dan hoe ik dat nu doe. Hop, kom hier. Kom hier. Jongen. Let's go. Je kan sprinten als je wil. Kijk, dan gaat het allemaal net even een tikje sneller. Op deze Goomba's hoogspringen, op deze Goomba's hoogspringen. En eigenlijk wil je al dit ijsblok al getriggerd hebben. Zodat hier een ijsblok valt. Spring je hierop. Met 4 Goomba's. En dan is daar de eerste maan hier in dit stukje. Spring je uit de Goomba's. En... Zorgen dat je niet van het ijs afdondert. Want nu is het in één keer weer glad. Goomba's kunnen blijkbaar wel op het ijs lopen. Maar Mario niet. En vervolgens zou je naar dit puntje moeten kunnen lopen. Hier een longjump maken. En dan zo. Oh, waarom lukt het me allemaal niet in één keer vandaag? Het is ook de eerste keer dat ik dit überhaupt probeer. Hè? Dus hey, sorry als niet alles in één keer lukt. Ik ging ook gewoon een klein beetje scheef volgens mij. Go. Ah, ja, lekker. Nu lukt hij wel. Dat was een lekker jumpy, jongens. Moeten we volgens mij nu nog 1 moon en dan zijn we er alweer voor dit kingdom. Ja, zeker de hypotheker. En ook in het sneeuwrijk hoef je dus niet het eindgevecht of de eindrace te doen om voldoende maanden te halen. De laatste maan haal je namelijk hier in deze gang aan de linkerkant. Go. Dit stukje hoef je niet helemaal uit te spelen. Je kan gewoon hier naar boven dan even je cappy hier op dit paaltje gooien. Ja, dan kunnen we hier heel snel naar boven. Gaan we door hier over deze rand. Cappy hierop. Of hoeft niet eens. Je hoeft je cappy niet eens erop te gooien. Je kan gewoon zonder cappy. En dan via deze. Waarom bounce ik daar nou weer op? We kunnen hier naartoe. Deze sneeuwrand moet helemaal weg. En hier aan het einde is de volgende maan. En tevens de laatste maan die je nodig hebt om hier de Odyssey weer op te starten. Dus wat doe je? Je zet hem niet op pauze. Je drukt op select. En je gaat naar de Odyssey warpen. Hoppakee. Je gooit je cappy op de Odyssey. En klaar is Kees. Ja hoor, daar zijn de 10 manen die we nodig hebben. De Odyssey wordt weer gepowered. En dan kunnen we door naar het volgende koninkrijkje. En het volgende koninkrijkje, ik denk dat dat een iets langere video wordt. Want dat is wel een aardig uitgebreid koninkrijkje. De Odyssey is sterker geworden. Yeah! En dan kunnen we van het sneeuwrijk naar het strandrijk. Oh nee, dit was ook niet zo'n heel uitgebreid koninkrijk. Die komt dus later pas. Anyway, als je deze video tot het einde hebt gekeken, zet dan in de comments welke pet van mij jij het mooist vindt. En doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!